Goedendag. Kijk naar het weersjournaal van weerplaatsen.nl. We beginnen vandaag met de weermodellen en die laten een actief lage drukgebied zien ten noordwesten van IJsland. Dat lage drukgebied dat stuurt vochtige lucht onze kant op. En ook regen ligt een groot regengebied. Vanochtend al boven de Britse eilanden. En op dit moment trekt dat langzaam het land binnen. Dat zien we ook als ik de boel in beweging zet. De wolken en regen komen onze kant op. En in de loop van de middag en avond trekt het dan het land binnen. Ga daarna erg langzaam, waardoor pas morgenochtend de regen via het noorden weer wegtrekt. En droog wordt het dan zeker nog niet. Er komen opklaringen, maar ook weer enkele buien. Woensdag tijdelijk een, een zwak ruggetje van hoge luchtdruk. Die zorgt voor wat beter weer. Later op de dag komen er opnieuw veel buien. En we zien dat het lage drukgebied zich dan heel licht verplaatst heeft. Het ligt niet meer op de plek waar die nu aan het tollen is. Maar heel iets naar het zuiden in de buurt van Ierland. Maakt verder voor onze weersverwachting dus niet heel veel uit. We blijven in de greep van het lage drukgebied. En dat zorgt voorlopig voor een wisselvallig weer. Vanavond vanuit het westen dus op steeds meer plaatsen regen en motregen. Het oosten houdt het nog lang droog, misschien zelfs tot middernacht. Temperaturen daarbij rond de 14, 15 graden. Maar vannacht wordt het dan overal nat. Perioden met regen en motregen. Daarbij temperatuur van ongeveer 13 graden. De windwaarde uit het zuidoosten is 3 tot 5 voor. Morgenochtend trekt het regengebied via het noorden weg. Daarna komen de felle opklaringen. Zonnetje schijnt lekker. Maar we zullen in die blauwe lucht ook al heel snel weer stapelwolken zien ontstaan. En die stapelwolken groeien uit tot buien. Kunnen stevige buien zijn, vooral langs de westkust met kans op onweer en zware windstoten. Voor Noord-Holland en Friesland zijn zelfs zeer zware windstoten mogelijk, van meer dan 90 km per uur. Ook de wind gaat flink aantrekken. In de ochtend is die nog een 3 tot 5 bol voor, wordt dan snel aan zee 6 bol voor. En in de middag langs de Hollandse kust en op de Waddeneilanden eilanden windkracht 7, misschien windkracht 8. Dat is dan een stormachtige Zuidwester. In het binnenland hebben we dan windkracht 5, dat is ook een stevige wind. Temperaturen zijn bij al deze wisselvalligheid niet al te hoog, zo'n 15 tot 17 graden. En die buien die raken we morgenavond dan geleidelijk kwijt. In de nacht na woensdag is het droog, koelt het af tot onder de 10 graden. En woensdagochtend is het ook nog droog en er zijn een flinke zonnige perioden. Later op de dag neemt de wolking weer toe, gaan er opnieuw buien vallen en neemt ook de wind weer in kracht toe. Het wordt wel wat warmer woensdag, 17 tot 19 graden is 2 graden warmer dan op dinsdag. Donderdag en vrijdag hebben we vergelijkbare temperaturen rond de 18 graden en daarbij blijft het ook wisselvallig weer. Maar de wind neemt langzaam wel in kracht af. Het wordt dus iets minder onstuimig. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsa.nl.